even meer hoor. Gisteravond waren er ook die een schakelfout maakt. Die gaat met de voorwielonderrijving vergeten. Maakt niet uit, kan allemaal. Hij gaat iets. En hij mag in de Eredivisie. Goed gescoord heeft dit jaar en dit jaar helaas nog maar één keertje te zien is bij, geweest bij ons. Ergens bij die 40, maar nu zijn we pakweg op sterke wijzigingen door te voeren. Dames en heren, hier is de Q18 Potline. En die stille genieter, die is straf hoor, die is heel straf voor die dikke Ellison, die hier toch heel goed lekker te prettelen, want daar gaat het niet om. Hij zijn hele redelijke klappen die uit die machines komen, uit die twee G12 krachtbronnen die erop liggen. Dat zijn allemaal details die belangrijk zijn bij deze machines. Fred, bij jou staat het op de baan en we kunnen weg met de Beverlieke Bieber. Verder is als 81-64. En dat is een hele goede ja. Ik zag daar witte kalkstrepen. Witte kalkstrepen. Ik weet het niet, maar dat is het jouw baan, collega aan de overkant. Nou, dat is de stuiven van een toch nog behoorlijk voortvarende Impala zoals je zag. Ze hebben gekozen om de afstelling van de eerste keer. En die plaat was dus de sleepvoet, de grote weerstand, die is hier op de baan. Motortje uit. Dus we kunnen vaststellen dat hier gewoon een gangetje te hoog gekozen is. En hier is het zijn groen gekomen voor Delta Lodge in Vlieren Zisterbos. Fred, die gaat er nu even tegenaan. Met de grote kracht richting die 100 meter, want ze willen wel volhouden vandaag hoor. Ze moeten zorgen dat ze naast de concurrent blijven staan qua puntjes. Want het gat hoeft niet groot te worden natuurlijk. Als ze zo achter de Lambada aan blijven rijden, dan hebben ze ook hier het Nederlands kampioenschap binnen. De spanning is erom. Om de dagklasse gaat het natuurlijk vandaag, de dagoverwinning. Maar natuurlijk met name ook om wat je in het NK doet. En ja, ze weten inmiddels wel dat ze naar het EK gaan. Dat is op 7 en 8 september in Baar onder deze omstandigheden, schitterende omstandigheden hier in Meerkerk. Er zijn hier wat discussies gaande. Van Wilfried Vellers, die met de blackout gaat proberen. Kijk, en ik ga het even vragen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de sleepwagen wat lichter gegaan is.
stop. Niet lichter. Zo. Dan is dat echt niet mis. Meteen met een goed lopende Black Cat. Goed gestart. Ze hadden wat details in de laatste keer, maar van deze bike gaan we verder. We gaan niet slecht. Ja, en kijk eens. Ja. Hij zat te schakelen alsof er geen vermogen te vinden was. En ineens was hij uit. Ja, ineens is hij uit en daar zijn ze niet blij mee gelopen. Want ze wordt meteen keihard naartoe gelopen, want Hamotte was er weer rondgegaan, anders gaat het niet helemaal goed. Nou, dat wordt dan hopelijk wel snel opgelost, maar in ieder geval, hij ging toucherend langs de lijn. Oftewel, hij ging net die witte lijn niet over. Ja, dan zit de remmen. Ga je links of rechts, ga je remmen. En ga je zorgen dat die corrigeert. Wat over die Hall of Fame. Maar ik begrijp dat mijn hoofdbuurman, die heeft al van alles verteld. John van Alphen, en dat moet je niet te gek laten worden, anders dan gaat je aandrijflijn enorm hard uit de knop om het maar zelf te gerund. Dat kan wel ook een beetje met afstellingen te maken hebben, maar het grootste deel, de gele kans hebben, proberen met jou. Snel weer vlakken met de scraper en de bandenwals. Ja, jij is allemaal wel. En zelfs als hij niet optimaal gaat, rijdt hij nog richting die 100 meter. Want niet alle cilinders zijn helemaal mee aan deze kant. Maar bij jou wel, geloof ik. Oei. Want een van die grote kanshebbers en vragen. Onze teamcaptain Code Recht zegt met hun 3 isotops. Daar gaan ze op toeren komen richting 20.000 toeren. Op weg met de Rising Stars. En 3 in het Nederlands kampioenschap in de Sommerklasse gisteravond. 3 van die stijers. En dat was toch wel even 99-31. Oei. Dan wil je af en toe wel eens af die oren krabben. Zullen we gaan kijken of we richting die 100 meter gaan komen? Mooi, wat gaan die turbine geweldig aan toch te keren hier vandaag in Meerkerk. Ja, het lijkt wel het eindslot van de show. Ja, we hebben het neusje omhoog en net zoals... We hebben zoiets van last, we mogen genieten van Asterix hier. Hier is hij. Hij moest van de groep van het gas af, omdat hij helemaal van links naar rechts ging trekken. En dat schijnbaar niet op een andere manier wilde corrigeren. En dan is het moeilijk om weer even de snelheid erin te van deelname in de finale. En daar is hij natuurlijk opgeblazen, ook weer hier aanwezig. Hier is die Zuiderver. Heftig remmen voorbij die 100 meter. Zet hij meer neer. Als ik het goed heb, Bertje Zonneveld. Zou best kunnen. Kan ook rechts zijn.
maar we zullen het allemaal wel even horen of dat eventueel zo is. Voorlopig gaat hij hier ook weer een prachtige mooie prestatie bij jou neergezet worden, Fred. Ja, het leuke is je maar meteen net die prachtige voetbal weer neer te zetten. De banden gemonteerd van hun 11-0. En hier is hij dan! Ik zie hier de fotograaf staan, die is helemaal gelukkig. Die is helemaal gelukkig, die ziet hier de foto's van zijn leven. Ja, dat kan me voorstellen, maar hier gaan toch een aantal Keith Blacks een beetje onderuit. Het milieu. De shovel hier graag, de shovel op de kraan. De shovel op de kraan naar de baan. Het liefste shovel naar de baan. En hier graag een sleeptrekker. Dus jij hebt een shovel. Ede, elk kinderlid. Dat is de start. Eigenlijk, we gaan zo verder. Ai, wat zeggen we hier? Dit is niet. En hij heeft hier de basketbal gehad. Hier is hij wel tevreden mee. Ja, Johan, die is er zeer, zeer blij mee. Deze man uit het Westland. Technisch brein voor een groot gedeelte achter deze schitterende Rolls Royce. Trekker, want het is een Rolls Royce motor die erop ligt, een Griffin met een eigen geproduceerd methanol injectiesysteem. Wat er allemaal op die banen gebeurt. Ja, Fred, zoals bij jou. Eentje reserve. Een prachtige voor-edstrijd. Het was een beetje twijfelen van wat doet die machine. Deden ze het wel, deden ze het niet. Maar een seconde zetten we een full pool weer en die ligt het dan niet om. Op die lastige baan. Want... De wedstrijd leider zijn, die heeft dat zo'n beetje onder zijn kussen liggen. Naast de... Hier gaan we dan. Delta Lloyd Simple Irresistible.
En die komt verder. Die komt gewoon verder. Deze turbinemachine uit Egmond, die gaat door de 80 meter heen. En pak daarmee even de derde plaats. Hij staat op de derde plaats. Langs de lijn. Jawel, jawel, jawel. Turbinetractoren nog niet zo slecht in Nederland. Als je kijkt naar de normale. We kijken even stiekem naar alle afstanden die we genoten hebben. Wel rood rijden. De plaats in het Nederlands kampioenschap gaan. En hier is hij, No Mercy! De sleepwagen voor de mini-poelenklasse. En hier gaan ze er eentje dood. De minis is er nog wat te verdelen. Want het is zo dat de Sherman tank gaan zij het weer proberen. En kijk eens aan, ruim voorbij de 70 meter hebben we de Dirty Harry staan. Pullers, u hoorde er nog weinig over vandaag. Het zijn van Whirlwind regelmatig in vele uitvoeringen op de baan te vinden. We gaan kijken wat ze gaan doen. Op toer is het, druk maken voor de Free Power fan die de as aandrijft. En dan zal hij zijn rem loslaten, daar gaat hij dan. Whirlwind. Heftig, het is zwaar op deze baan. Zoals je ziet, ben je nog niet zomaar voorbij die 100 meter. En sta je op 85 meter ongeveer stil. Vandaag en dit windje dat die baan omgetoverd is in een superbaan. Little Rascal. En hij stopt er helemaal mee. Hij zegt, doe het lekker zelf. Ja, daar sta je dan. Helemaal niks meer. Is er een beveiliging uitgegaan? Zou het zo zijn? We gaan dat eens even volgen. We gaan eens even kijken. Wij gaan eens even koekeloeren. Jij gaat kijken en ik ben hier aan het kijken. Want en die ik ben hier nog aan het kijken bij de Tour de Meter. Hey, dan stopt de Little Rascal er gewoon mee. En dan moet je... Ja, wordt hier geroepen. Alweer een jaar kort op de leven. Nou ja. Gist zich stug in die baan. 91 meter 54 zetten we neer. Ik kan gaan doen. Hier is Beverall Exception. Deze man hem neer. Jawel, met zijn gewone achtcilinder om het maar zo te zeggen. Want als je kijkt wat sommige concurrenten in zich hebben, APK, dan was dit een hier op dit toneel in Meerkerk. Ja, daar komt hij voor over het hek hoor. Als je... Onze tractorvoelingvereniging. Een verschrikkelijk boeiende vereniging. En ik word alweer de pas aan het spelen door een verschrikkelijk mooie backlaag. Kijk naar been, staat aan het einde van de baan. Daar, het kan die blauwe hoedjes erop. Wel de stand heeft die straks op voor die stand. Terwijl wij al een tijdje naar rood toe buiten.
En die ging er weer goed voor, maar het lukte helaas niet om er overeen te komen over die 100 meter. Dus ook die heeft er niet voor gezorgd dat wij een finale hebben. En die staat op dit moment te popelen op de baan om te komen. Dus wacht even af wat dat op gaat leveren natuurlijk. En de zingering, nou maar eens je mini-bullenklasse. Toiletten, ook eet- en drinkvoorzieningen, zittribunes. Ze hebben mensen gaan er allemaal voor, ook internationaal, net als Duitsland. Volledige medewerking van Duitsland, ook van de Fransen, van de Belgen. Het is onvoorstelbaar wat er eigenlijk gaat gebeuren. Kijk, vriendschap, trektervoeling en we gaan weer, Willem, met jou. Ja, wij gaan op stap met de Turbomeca-turbine van Dirk Veenstra en de Lonely. Want ja, hij versleutelt er af en toe nog wel eens heen. En het is hem dan weer voor elkaar gebleken. Motortje. Hier is hij, let's try. Ja, en Oscar durft het wel. Asta ging eens diep op het gas vandaag. Afstand die nu zit van 80 meter 10. Lekker loopt, hier gaat hij. Kijk eens hier, het is binnen voor dit team aan het best van. We hebben het voor elkaar. En dit was gewoon de bedoeling. Gewoon lekker erbij blijven, maar zo ver gaan hadden ze nooit kunnen denken, denk ik, op deze pittige baan hier in Meerkerk, zo je kampioenschap te beslissen. Zijn er nog fans van de groep? Dankjewel, Fred. Nou, hot nieuws. Kijk, wij zijn blij te kunnen vertellen dat de trucks ook hier vandaag spelen. Juist, of jullie met je trekker naar het Eredivisie komen voor de huldiging. De turbolucht aanzuigen over een ijsbekje, dan krimp je. En we gaan op stap met Dirk Veenstra en de Lonely. En de Lambada. Druk overleg dus. Ja, want als die bellen, ze willen voor elkaar niet weten hoe het in elkaar zit. Willem, bij jou. Deze klasse te weten, meten, zoals u dat al vandaag meerdere gezien hebt.
of diesel. Nou, deze machine gebruikt dus methanol. Gaan we nog bij. Fred gaat het zelfs die kant met die mooie verspaar. Daarop gebouwd, in tegenstelling tot andere motoren. En vandaar dat u dus bij het Daffy van der Spuy heel weinig... Van deze bits en pieces, dat was deze. Maar we hebben het eerst even over die diesel. Hij heeft duidelijk op vooruitgang geboekt. John Deere New Generation. Ai. De Legend. Zo'n machine gaat ook lekker op toer. En het mocht helaas net niet lukken. Nee. Tikkeltje onbelast, blijft er nog even in zitten. In de naardsroeter. Maar deze beste wel voor. Dat is een ding waar zeker is. Om die in drie turbo's. Omdat ze goed genoeg zijn om daar ook in de klasseringen mee te kunnen doen. Eerst een John Deere die met wat zware versnellingen weggaat. Die verkijkt zich erop. Kijk. Die waait uit. Dreigde even uit te waaien, maar dat viel weer mee. Hij wist toch de pk's te hervinden, maar geen wielspin te creëren en geen voorwaartse snelheid in de combinatie te krijgen. En dan houdt het gewoon op. Dan krijgt die sleepvoet van die sleepwagen de kans om zich te gaan ingraven. U zult wel gemerkt hebben. Dat doet hij. Dan kunt u zo heel voorzichtig aan. Silver Bullet, een Ford met twee turbo's en luchtvulling. Op methanol gestoken. En die voelt zich niet lekker, dat is duidelijk. Kijk maar eens wat er onderuit komt. Waar is George? Nee, George van nee, de Kuiper. Nee. Kom eens even, ze hebben jouw geestelijke ondersteuning nodig. Niet helemaal zoals te worden te gaan met de Nieuw-Holland vandaag bij Martin van Echtold. Silver Bullet blijft steken en eentje voorbij de 90 meter hier. Ijskoeling, gelkoeling en ze zijn bezig met de bouw. Bijstaande vriendenclub. En het ligt er dan ondanks alles nog helemaal weer niet om als je het zo eens bekijkt. Hoe de omstandigheden op die baan zijn voor deze machines. Dan kom je toch een heel eind met deze Rough and Tumble. Dat is al de kost van Heart of the Eagle. En mag gewoon bits and pieces. Die er vandaag, dames en heren, hier is hij. De Ford Graveron Hurricane. Erik Meijer dat doet. Hij sterft voor de deur. Ja. Maar hij zet nog vele andere machines het nakijken. Dat dacht ik wel. Hij staat voorlopig wel even op de derde plek. Dat is een ding wat zeker is. En daar liegen we niet om. Wel pasje meenemen, is je niet meer. Hij is zelfs voorbij de Silver Bullet gegaan. Dus wat dat betreft is de derde plaats met nodige andere onderdelen erin tegenwoordig, heb ik zo van jou begrepen, Fred. En we gaan eens kijken wat daar eventueel aan prestatie uit gaat komen. Hier is de Sapo, dames en heren. En de Sapo doet het niet slecht, maar als je het nou vergelijkt met die... mooie Ford dieselkrachtbron die we net gehad hebben. We gaan hier even door elkaar heen, Willem. Dan geef je hoor, klets maar even door. Dan moet maar even op de tweede plaats hier. Jawel, de F-16 van Kleinbrugs uit Vuren. De mannen glimmen, want die hebben het voor elkaar. Jawel. Trokken.
En jawel, 84-89 de winst. Maar waar het nodig is, toch een spektakel ook al uit weten te komen. We gaan optoeren, turbos aan de gang helpen, brandstof erbij, water erbij. En dan moet het gaan gebeuren. Dames en heren, geniet ervan. Nothing runs like a deer. Yes, dat blijkt ook wel. En roken kunnen ze ook, die mannen. Zo hoort dat ook. Smokers do it in the dirt. Nou, even nog over die truckpullers. Die laten er natuurlijk klasse in Nederland, dames en heren. Standaard trucksklasse is volgend jaar. Van die krachtpassers. En de voorwaartse snelheid zit er wederom niet in en een niet lekker lopende 84-10 zonderen. Zo zou het dan moeten zijn, maar een niet lekker lopende motor die niet op krachten weet te komen. Wat aarzelend wegging. En helaas, misschien wel, maar nog niet voldoende. Dus ik denk, wij hadden zojuist een verhaaltje over koppelingen. Dat wordt bij deze maar nog even vervolgd. Wij hebben even hier een finalist in de gedaante van de Magka Bits & Pieces. Die daar nu weggaat. En de Magka Bits & Pieces houdt het denk ik voor gezien. Die denkt, ik heb mijn 1K al binnen. Dus laat ik het dan nu maar weer stoppen. Die gaan gewoon vanavond een feestje bouwen. Tegenover het veer van Schoonhoven heb ik ergens daar in de buurt, begrijp ik. En ja, helaas. We hebben hier in deze klas te maken met gewoon de... En daar... Daar! En hier staat hij dan. Net voor de 90 meter tot stilstand gekomen. De gompie met Anne van der Marel erop. En zal dit voor de dagoverwinning genoeg zijn? Is Gert Dingering in staat om daar nog even dik overheen te gaan met de Kievlek? Zal die hem de sporen kunnen geven? Zal die hem wel de 69 centimeter verder als dat wij al hadden staan voor Jan Overheem? Kampioenschap niet, want dat ligt bij de Gompie. En hiermee is vanaf meteen de beslissing gevallen wat betreft de doeling. Ja, inderdaad, dat hier gaat. Eerst even beginnen met de supertesten. Hier gaat het niet helemaal lekker met een Rolls-Royce Merlin aan één kant. Dat lijkt niet helemaal super te werken. Terwijl een Jan zit te wisselen. Proeftrek voor de Super Casper, de motoren kwam passen, maar ik zie aan jou dat hij met klaar staan is. Deze machine weet geen wielspin te creëren. Wat hier gebeurt is met twee machines achter elkaar het geval. Zoals de supercasper dat niet lukte, ging het hier ook in de aandrijflijn bij... Dus daar waar de heren rijders juist zo graag zien. Hier is de Popeye. Ruim die 100 meter voorbij. Winnen van deze kant, want wij hebben hier
Een deelnemer voor de wagen staat met Kansen Snow. Zwaar is, ik zag het neusje ook niet helemaal omhoog komen. Hij wou er ook niet lekker in gaan hangen. Deze klasse. Natuurlijk om de wisselbeker beschikbaar gesteld om verpleeghoven hier zat Haska. Die gaat dan nu plaatsvinden in de hopelijk een full pool voor het Racing Start Team uit Oenen. Turbines op, krachten en daar gaan we dan. En zo ga je dus naast de baan. Ja, zo ga je dus met een enorme gang. Naast de baan. Dat is bijzonder jammer. Maar ik denk niet dat je het zo gered hebt. We zullen kijken. Maar dan lijkt je nog wel zien op. Dat was. Hey zakkers. Wij hebben aan deze kant nog een speciaaltje. Behalve het feit dat... En dat ging ook niet zoals het hoorde. Want dik over toeren maakte die wel. Wim eventjes naar deze kant. Want we hebben hier een kwalig gesignaleerd voorbij gekomen. En die kon de leiderslag niet gaan bedreigen. Maar die leiderslag is geplaatst door de zetor van Hans Heezakkers. En die is weer onderweg in zijn tweede trekpoging. En dan is die zetor verschrikkelijk klaar. Geklopt door Hans Heezakkers. 89 meter 20 hoort er nog maar net. En dan gooit het gas dicht. Ging niet goed. Te hoog misschien. Afstelling is hier helemaal lekker. 706 is nog helemaal in opbouw. Maar ik ga even terug naar jou dan. En hij zet hem wel even vrij van bij die 100 meter neer, hè. Het was even hoort het en stotend weggaan. Maar, ja. Franse tegenhanger van de Green Spirit. Nou, het komt toevallig net Co aangewandeld. Co weet dat ik altijd nog eens wat vraagjes aan... We doen hier in Meerkerk, de Impala. Kwam niet helemaal goed, ondanks het feit al dat hij even hikte onderweg. En dus niet totaal zoveel voorwaartse snelheid wist te creëren in deze combinatie van de heren Bloemhoff met hun Impala. Niet kort op komen, dat zijn dingen het beste. Het proberen. Hij maakt er een full pool van, deze gasrijder vandaag, op deze machine. En als je dan eens een V8 gewend bent, en zo ineens een spijt van die V8 krachtbronnen aan het werk moet, dan is het wel even winnen, dat het niet meer zeker is. Van Gerard Jongman. 12 ton supersport. Ik heb staan op nummer 3, William de Vos. Kip Bandje. En hier hadden we dan een brandje. Ja. Door een behoorlijke backfire zo te zien.
En dat valt allemaal heel goed mee. Rond de 75 meter, jawel. Zo kan het ook gaan. En die brandweerman Wim, die zit er natuurlijk al de hele dag in dat brandweerpak bovenop die brandweerwagen te pakken. Ik denk dat ze gewoon blij zijn dat ze er ook gewoon even vanaf kunnen komen. Ik denk het ook, maar ze zijn er ook zeer snel vanaf. Dat kun je zeggen van de lokale brandweer hier. Nou, die scoren ook altijd heel hoog op de landelijke wedstrijden, Wim. Vertel ik dan vol trots. Maar in ieder geval, ik heb hier een eindrangschikking doorgekregen. Wij hebben aan deze kant een behoorlijke schade. Hey, ga het bekijken. En grondregenen doet het wel, maar 100 meter wordt er niet gehaald. Hier op de baan door Whispering Giant, die verder goed presteert. Maar tegen de concurrentie in dit geval niet op kan. Dat houdt in dat wij er nog één te gaan hebben ze dadelijk. Maar eerst bij jou een 11.67.79 om zeker te zijn. Dat de zaak blijft staan. Nou, tot de laatste punten. En zo gaat het dan. Ja. Rennen aan het eind. Woehoe! En die Lamada laat er geen gras over groeien. Nee. Ik denk nog om een paar punten, maar die haal je zo wel even binnen. Ja? Dat betekent dus automatisch dat we hier dus een full pole hebben en dat de eerste... Hier is hij, QA Team voorbij! En hij klonk ook nu niet slecht! Ze doen het zo te zien, allebei nog. Alle drie nog, laat ik het zo zeggen. Wordt nog even wat geïnspecteerd. Het lijkt er heel aardig op. Bij Jan van Alphen zo tegen de 70 meter. Maar... Zit je nou toch, Bram? Ben je er niet mee eens? Vijf ongeblazen, één geblazen. Zwaar is dat! Hier in Meerkerk! Ai. Oh. Lekker lopen de V8'en. We zijn hier van start, moesten we weg. En wij weten eigenlijk niet waarom. Nou, dat gaan we voor u proberen uit te vinden. Kun jij dat niet gaan coachen? Dan de Deltaloid Simply Resistible, als ik het goed heb. Hier komt die! En hij zet hem dezelfde vlag bij! Ja, die jongman, die zet even de vlag verder. Ja. Ja, dat is bijzonder. Hij is helemaal voor gegaan. Willem, is het dan toch niet zo moeilijk als ze ons willen doen geloven? Het is er wel. De bom maar uitzetten. We zijn hier inmiddels... Hier is hij, de Lombarda.
hier uit.